Jolly Christmas! Ik wil zeggen garlic. Chef Bob gaan! Yeah! Kerstshoppen. We zoeken voor Mike het ultieme kerstcadeau en het is een challenge. Wij gaan ook vandaag alle cadeaus uitpakken die we voor elkaar hebben gekocht. En het is echt heel veel. Bij ons loopt het altijd uit de hand, dus het lijkt net Amerikaans. Nou, ik vind deze kerst echt hectisch. Geef me gewoon een normale label! Tinky vindt mijn jas maar eng. Hou eens. Harley garlic Christmas. Welkom bij een nieuwe Reinders-vlog. Wat je allemaal in deze vlog gaat zien is onze kerstvoorbereidingen. Al onze kerstcadeaus. En we gaan een leuke girls trip, girls night, met onze vriendinnen Loesje, Chels, Olijn en Harley. We gaan naar La Oliva en dan laten we weten wat we hiervan vonden. Dus blijf op de hoogte van onze vlogs en blijf kijken. Want als je nu benieuwd bent naar onze cadeaus, ga je ook in deze vlog zien. Dus blijf kijken. Love. Oké, ingeopend. De ramen zijn te laat, dus we hebben niet gefilmd hoe we ons omkleden. Sorry. We hebben jullie bespaard, maar we zijn allemaal in de glitz en glam. Ja. En ik heb nog mijn slippers aan, want ik ga rijden. Oh, ik moet wel de liftdeur klikken. Waar zijn je schoenen dan? Ik Chels. Chels, Chels, hey. Not to forget. Zou het echt leuk zijn als je ze vergeet. Ja, ga ik zo naar de club? Oh, naar binnen. Ja, op zich. Zou ik schijt hebben. Hallo, girls. Hallo, hallo. Blijf even staan, jullie zijn beeldig. Blijf staan. Ready? Jullie gaan even naast staan. Ga even naast staan. Oké, do your walk, do your walk. Niet gelijk. Ik ga er ook even bij hoor. Oh, maar 700 meter te lopen. Tada, daar zitten we hoor. We gaan toch niet lopen. We hebben hakken aan en we dachten, nee, nee. Oh, het glinster je leuk, Loes. Of course. Of course. Allee. Ik ga het proberen. Ja, hij is echt pittig hoor. Hij is echt totaal niet pittig. Ja, wacht maar even daarna. Nee, ik voel het wel. Ik leg even deze kaart. Ik ben natuurlijk de pikante. Is dat? Gewoon nee, geen truffel. Salami pizza, maar dat pikant. Salami. Truffel. Maar dat nemen jullie al, dan kan ik een hapje nemen. Ik wil zo'n burrata. Ik ook. Ik neem zo'n burrata. Wat denk jij, Oli? Burrata? Vind jij je oor wel zo mooi? I love it. I'm going to You can sleep with it. Looking gorgeous. Nou, die truffel niet voor persona. Harley, dat weten we niet. Truffel, jongen. Nee, truffel is right. Chill, jij zijn net niet voor persona. Ik neem die Coca-Cola. En Loesje neemt de truffel. Bon appetit, babies. Bon appetit. Bon appetit, bon appetit. En een burrataatje. Lekker. Beeldig. Beeldig. Hoe lang kennen jullie elkaar nou al niet? Loesje en Olijn kennen elkaar van de geboorte, volgens mij. Ja, die kennen elkaar het langst. Die kennen elkaar allerlangst. En wij kennen Loesje en Olijn sinds we 12 zijn. Het is nu 12 jaar. Ja, Loesje echt al sinds het eerste jaar. Echt zo close. We hadden een tijdje Olijn even dat we hier niet samen, denk ik, 4 jaar of zo. Ja. En daarna weer. En daarna werkt ze weer bij ons. Dus daarvoor zit weer opgebloeid. Chels kennen we nu inmiddels nou, bijna een jaartje. Want dan werkt ze bij Rijn al bijna een jaartje. Ja, en haar 6, 7 jaar denk ik nu ook alweer. Ja. Dus ze zijn allemaal leuke vriendinnen. Ja. Basties. Marie Limoncello. Cheers. Op kerst en oud en nieuw. All night long. All night long. Say, when I wake up in the morning.
stemmen, hè? Was het? Ik was aan het zingen. Ze zeiden, maar niet, wat kun je goed zingen? Dag meiden. Wat? Twee kanten. Ik denk, wat zeg jij? Waar gaan we naar? Twee kanten? Nou meiden. Wat is er? Bijna dood. Bijna dood ervaring. Wij gingen eigenlijk met de vriendinnen eetjes voor een pre-kerstdiner uit eten bij La Olive. La Olive, toch? Nou, in ieder geval een van de twee. In Amsterdam, want er was een gezellig kerstdiner, dinnershow, goocheltrucs aanwezig. En die jongen kwam ook bij ons aan de tafel. Hoef je maar jou? Nee. Oh, huh? Nee. En toen werden onder andere werd Harley er helemaal in. Natuurlijk gaat het allemaal bij Harley zitten. En hij was wel op zich wel goed. Ja, hij was heel leuk bezig. We hebben in ieder geval onwijs veel gelachen. Dat vonden wij het leukste van de avond. Dat vonden wij het leukste van de avond, ja. Dus lekker gegeten en daar zijn we gewoon lekker met de meiden gewoon weer naar huis gegaan. En dan gaan we deze zondag weer opnieuw doen. Want we gaan naar het Amsterdamse Winterparadijs. Dus om nog een keer kerst vieren. Want we waren een beetje moe allemaal. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. We hebben onze inkoopperiode druk gehad en het is al volgende week kerst. Jullie en ik gaan nu met mama, papa en Mike even naar de Bijenkorf. We gaan de laatste kerstinkopen doen en dan gaan we jullie ook in meenemen. We moeten nog voor het mannenpersoneel even leuke cadeaus hebben. Ik denk dat het gewoon een waardebon wordt, aangezien het altijd een goed cadeau is en dat je zelf dan iets kan bepalen wat je wil. En ik moet nog voor de mannen cadeaus hebben voor kerst, dus onder andere Dani, van Romee en Mike. Dus help me out. Dus ik probeer leuke cadeaus te verzinnen. We gaan even naar de Bijenkorf, aangezien er nu ook 50% sale is. Dus dat is wel een goed moment om kerstcadeaus in te kopen. En ik denk dat het mega, mega druk wordt. Ik zal eerst de hondjes meenemen, maar ik laat ze nu voor het eerst 2,5 uur thuis. En dat moet wel goed zijn. Ze zijn meestal rond de 1,5 uur alleen. Dus dit moet goed komen en dan is Diana weer thuis. Ik draag vandaag de Reiners hoodie van de zomercollectie in tie-dye. I love it. Met, zie je dat, allemaal die kleine pailletjes in het roze. En er staat heel groot op de achterkant ook Reiners. En daarbij heb ik nu eventjes de Reiners slippers aan. Maar Sjoe komt nog met mijn schoenen. En heb ik nog een bijpassende tas van Barbo Berends van Balenciaga ook in het roze. En zo heb ik dan een hele outfit compleet. Ik doe mijn moeders jas aan met die franjes. En de hondjes laat ik hier. Ik heb net een bordje gegeven, hè, Frank. Waar ga je meenemen? Oh! Waar ga je mee meenemen? Dus de hondjes blijven gezellig thuis. Ik doe altijd de tv aan als ik wegga, dat ze nog wat geluid hebben. Voor wie is dit herkenbaar? Of ben ik echt de enige die dit doet? En ik wacht nu op Jules. Ze zijn er bijna. Dus ik zie jullie zo in Amsterdam. De Bijenkorf zal wel heel mooi versierd zijn. Dus ik zal dit mee filmen. Hé? Jij wil liefst gewoon met mij mee, hè, Frank? Wil je met mama mee? Hij houdt altijd zijn bordje zo vast. Ga je hier gewoon op mama wachten? Nou. Schatje van mama. Je hebt hem opgehaald. Yeah. En ik heb finally mijn schoenen. Dus nu is mijn outfit compleet. Wedden dat we nu alleen maar de vraag krijgen naar die crème body. Omdat jij die iedere keer aan hebt. Wat we niet in verkoop hebben gedaan. Hij is niet doorgegaan. Niemand nee. Vond hem mooi, maar hoe mooi is die? Oké. Okay. Ga met de Rijmsauto. Hallo. De cadeautjes, toch te beelden. We gaan naar de Bijenkorf. Wij zijn aan het wachten. We zoeken voor Mike het ultieme kerstcadeau en het is een challenge. Ik vind je beeldig. Kom eens eruit. Kijk dan. Prada tas, klopt voor mezelf. De mannen zijn aan het wachten. En kijk eens waar Stinky zit. Wil je ons grootste cadeautje, Stink? Oké, okay, Marie, wacht. Hij stelt niet scherp. Ja, we have Christmas shopping. Christmas shopping. Die moet je erbij. Gaat ze jou ook en nog kijk, gaan? Christmas shopping voor Sjoel, himself en Mike. Samen een cadeautje gekocht. Nou, eindelijk. Je ziet straks helemaal geen boom meer met ons. Nee. Alleen maar cadeaus. Oh. Leuke tas, echt een hologram. We worden nu allemaal koopverslaafd. We moeten echt niet weg. Ja, ik heb een vriend hier. Die het nog leuker doen, ze winkelen dan wij. En ik heb een jas gezien van mannen. Die wil ik eigenlijk gewoon heel vaak hebben. Fitting set Gucci. Ik vind die broek heel erg leuk erbij. Al zeg ik het zelf. Ga eens op dat pilaartje staan. Dan kan je het zelf zien van elke kant. Nee, als je dan naar de spiegel kijkt. Zie je het? Dan kan je van de zijkant allemaal zien. Van die spiegeltjes die er omheen zitten. Of zie je dat niet? Nee, ik vind het wel een mooi broekje. De achterkant, kijk die strakjes. Vind ik ook leuker op. Stink, zijn we aan het wachten hoor. Hé? Gucci winkel. Hé? Mijn liefste. Ik draag vandaag mijn moeder haar jasje. Die is voor mij heeft gemaakt. Mijn Gucci grimpjes en een Fenty outfit. Hoe leuk. Nu. Wij zitten nu bij het conservatorium. En we hebben net een beeldige polderwoord weer gemaakt. Dat zeg ik het zelf. En een hele mooie kerstboom. Mike is bezig met mijn cadeau. Kijk die slangetjes.
Hoi, Chérie. Het is kerstavond en ik moet dus op de hondenpas van Maries weg. Maar ik dacht, ik laat jullie mijn boom even zien. Jullie hebben überhaupt nog niks van mijn huis gezien, maar dan heb je alvast een sneak peek van onze boom. Ik en Loes hebben weer een tijgerboom en met Mike. Hij staat er gewoon weer vol met cadeaus. Dit is echt te bizar. Ik heb iets van Dior gekocht, Louis Vuitton, bij Four zijn we geweest, Baby Chim zijn we geweest, Prada, Gucci, Burberry, noem maar op, nog een Gucci tas. Dus we zijn onwijs benieuwd naar de mooie cadeaus. En het erg is dat mijn mama nog onder de kerstboom cadeaus staan en bij Marie. Dus dit is niet alles. Met Marie de hondjes. Wij hebben een heerlijke kerstavond met afhaal, pizza en pasta's. Hey hondjes, jullie willen ook iets? Zij liggen met z'n allen op de bank. Chirietje, chirietje. Tinky vindt mijn jas maar eng. Hang eens. Vind je die zo echt lijken? Ik zal hem weghangen, wacht, ik hang hem weg. Is dat beter? Hij groeit niet meer. Gekkerd. Nee, hij is echt weg. Tinky. Ja. Dat was het. Nou, nu kan je weer lekker slapen. En de ultieme challenge was een cadeau vinden voor mij. Ja. En is dat uiteindelijk gelukt, Jill? Nee. 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 Ik heb wel wat gevonden, maar niet per se iets heel moois. Dus ik ga nog op zoek in het nieuwe jaar naar een mooi kerstcadeau. En waarom is het zo moeilijk? Omdat die... Mike? Waarom is het zo moeilijk om voor jou een kerstcadeau te vinden? Omdat ik alles al heb. Omdat ik alles al heb. Nou, hetzelfde voor mij is. Ja. Ja. En gewoon heel apart stijl. Hij weet gewoon heel goed wat hij wil. Dus. En er heel veel was ook uitverkocht. Er zat echt een vloek op. Ik wilde iets van Palm Angels. Die broeken werden uitverkocht. Ik wilde gouden sieraden. Maar dat heb je eigenlijk bij het hoogste moment niet voor mannen dan. Bij Louis Vuitton bijvoorbeeld. Louis Vuitton t-shirts. Ik weet niet wat er aan de hand is bij Louis Vuitton. Maar alles is uitverkocht. Of het nou een shirt is, een blouse of... Maakt niet uit. Schoenen waren niet binnen die hij wilde hebben. Ga je dan gewoon in die fruitzaal zitten? Ja. Dus uiteindelijk hebben we voor iedereen wel het perfecte cadeau gevonden. Onder andere heeft Mike iets heel mooi verzoek gemaakt, maar dat laat hij maar niet zien. Dat was ook die. Dat is mijn aller. Wat was jouw favoriete kerstcadeau? Dat was mijn allerfavoriete. No offense to the rest en allemaal Burberry spullen, maar dit is toch het allermooiste dat ik ooit heb gekregen, denk ik. Ja. Hoor je dat, Mike? Oh, hij was niet. Hoe was onze kerstdag met de fam? Nou, ik vind deze kerst echt hectisch. Ik heb 5 dagen kerst. Ik heb er nu nog 2 te gaan. Dus jullie zitten in deze vlog om de eerste 3 dagen. Hierna heb ik er nog 2. Ik ben nog nooit op mijn diks geweest zoals nu. Dat zit nog ieder jaar. Maar ik denk dat iedereen hier iets gewoon kan vinden. Eerst ga je als heel veel vol eten. En dan wil je weer goede. Ja, je blijft toch eten. Want... En dan weer oud en nieuw. Want je komt bij een lekker tweede kerstdag. En heeft een mama weer hier gekookt. Ga je niet zeggen, ja, ik hoef het niet. En straks gaan we weer lekker bij onze familie eten. Met alle leftovers van alles met kerst. Dus dan heb je weer kaassoep, lekker taartjes, toetjes. Ja, gewoon wasbakken, maar een van de renders is gewoon het nieuwe zomercollectie wordt vlamming. Ik ben heel blij dat we alle foto's al hebben geshoot in Ibiza vorig seizoen. Voor wat we nu gaan posten. En jongens, op elke foto houden, want het is natuurlijk mega erg als wij kinderen. Maar wie doet het nou niet? Maar wie doet het niet? Ja. We waren toen wel op ons best. We waren toen wel gelukkig op ons best, nu niet. Dit is haar live motto met kerst. Bank hangen. Mot! Samen zijn. We hebben een family. Jullie hebben allemaal smoky eyes. Ja, zeker. Kijk, daar is ook een stoel, maar we delen gewoon. Ik ga even de mooie tafel laten zien. Wij zijn nu bij mama en papa aangekomen. En ze heeft de tafel mooi gedekt. Hier is de kerstboom. We hebben 1 kersthuis hier. Het dorpje. Toch te schattig. En Lou, zeg eens hallo. Lou, zeg eens hallo. Hallo liefje van mij. En mama heeft hier ook de open haard. Hoi Jan. Hola. Hola, dat is Mijkje. Papa. En Loutje. En mama is koken met tante Tani. Je hebt hele mooie billen in het boekje, Jet. Marie. Family. Smoky on. Oh, wat leuk jongens. En nog eentje erbij. Wat is dit? Maakt niet uit. Cheers, yes, glas al hier. Let's. Cheers. Cheers, guys. Cheers, cheers, salut. Cheers, salut, salut. Cheers. Oeh. Lekker. Delicious. Nou, dat denk ik wel, maar ik schrok ook. Ik denk niet, ik weet niet of mijn camera naar beneden deed. Tan, are you okay? Nou ja. Nee. Ik zit net niet onder de vet. Nou, het wordt een vettig zooitje dit. Oh my god. Jij wilt ook koesaai, 16? Jij wilt ook koesaai. Dit is mijn lievelingsprikje. Oh, thanks for the light, Elizabeth. Ja,
fotograaf in Spanje. Ja, waarom heb ik dat nooit van elkaar die hebben? Ja, dat snap ik ook niet. Je mag wel mijn trouwdag foto's maken als je wilt. Oké, we hebben nog niet heel veel gefilmd met kerst, aangezien we het een beetje zijn vergeten. Maar we wachten wel op het juiste moment en dat is dus vandaag. Vandaag vieren we met ons het hele gezin de kerst. Onder andere mee met Daan, Sjoe met Mike, ik en Jaim en mijn ouders. En alle hondjes die daarbij horen. Wij gaan ook vandaag alle cadeaus uitpakken die we voor elkaar hebben gekocht. En het is echt heel veel. Bij ons loopt het altijd uit de hand. Ze lijken net Amerikaans. Ik hoop dat iedereen blijft met de cadeaus, maar dat zal vast. Aangezien Romein heel lang ziek is geweest, dachten we gaan lekker comfy. Dus iedereen moet een hoodie aan. Maar wel full of a glam. Ik heb roze oogschaduw, omdat mijn hoodie past. Ben ik nog steeds in de glam, maar wel lekker comfy. Dus iedereen gaat zo lekker in jogging. Ook wel een roze sokken erbij. En Sjoe heeft alle kerstcadeaus al. Ze zijn de enige die ik nog op mijn boom heb staan. En nu mag ik het wel aankondigen, want Romein gaat dit pas volgende week zien. Het is Versace. Die hebben we bij het Daan gekocht voor Romein. Ik sta bij ons thuis en dan even rituals voor mijn ouders en nog een geur voor Jaim. Maar eigenlijk alle cadeaus liggen bij mijn ouders. Dus ik ben heel benieuwd wat ik ga krijgen. Ik was weer mega verwend worden. En superleuk. Dus ik ga nu mijn spulletjes pakken. Ik heb trouwens mijn hondjes Frank, kom eens hier, een Reinerstrip om gedaan. Dit is echt gewoon te lief. Ga zitten. Maar door zo'n grote vacht zie je het niet eens. Maar kijk, ga zo staan. Zie je Reinerstrip? Mijn cadeau. Ja, je bent mijn cadeau. En Siri ligt hier te slapen. Maar dan zie je dus ook die strik om je. Nee, mijn meisje. Ben je ook mijn cadeautje? Dus ik ga nog voor de zekerheid extra Reinerslint meenemen. Voor de andere hondjes. Dat is wel zo leuk. En dan zie ik jullie zo. We gaan waarschijnlijk weer heel veel eten. En ik heb er onwijs veel zin om met de familie weer te zijn met z'n allen. Dat is namelijk ook al heel erg lang geleden. Nu pas op mijn haar echt als een antenne staat. Oh my god. Sorry about that. Ik ga het even fixen. Want dit van de zijkant is not nice. Tot zo is dat voor. Frankie, ben je zo mooi met je strik? Die is hier op mijn schoot. Hoi, Stink. Kamba, ben je een snowman? En Chappo. Mis ik er dan nog één? Beertje. Oh ja, beertje. All the presents. Weet je al wat je gaat krijgen? Ik denk het wel. How cute. Frank. Het is zo speciaal dat jij dit verkoopt. Ja. Te leuk. Nou, Marie, je hebt eindelijk wat je wilt. Het is van Jaime en Towns. Van wie? Van Jaime en van mij een beetje. Kijk hoe mooi, pak het al. Ja, echt heel mooi. Wacht. Ja, ugh. Oh, Frank! Heb je nou aan je mond? Mooi is dat er bestaat. CD van... CD-ROM? CD-ROM. Christian. Die, van Christian of zo? Chris. Van je neef, Christian. Ja. Moet ik hem omdoen bij jou? Lukt dat? Ja, de ketting. Moet veel strakker moet hij. Hij kan strakker. Ja, het moet een beetje als een choker zitten. Oh. Wat zal dat nou zijn? Was er nu bij, dus nu is het geen verrassing meer. Wow. Holy shit. Oh, je lijkt hoe zo mooi. Ja, hè? Ja, echt wow. Oh, wat heb je dat leuk op die kraag gedaan. Ja, een panter op de kraag. Kijk eens. Oh, kijk, wauwie. Oh, wat leuk. Heb je dat ook gedaan? Wat is gaaf, hoor. Jeetje, wat cool. Oh, wat leuk, zeg. Die slangetje. Jezelf. Medusa, Versace, maar dan Sjoel. Mooi, die slangetjes ook. Heel cool. Wat mooi, mooi, Mike. Super gaaf. Heel erg mooi. Jeetje. Nee, heel cool. Maar die kraag is ook leuk. Met die kijk in de voorkant, Sjoel. Oh, dat is mooi getekend, Sjoel. Mooie... He? Heerlijk, Teddy. Oh, dat vind ik heel blij. Je bent maar goed verwend al, Sjoe. Ik ben eindelijk aan. Tadada. Tadada. Nou, oh, dit weet ik echt niet. Ik zou eerlijk zijn. Oh, daar weet ik het allemaal van. KitchenAid kookboek. Gamma, wat is dat dan? Yay! Yay! Your own KitchenAid. KitchenAid. Pretty nice. Dat is wel een blij mee. Ik ga meteen eigenlijk van elkaar en smeren. He's very happy. Ik ben heel blij van. Ja. Ik koop dat soort dingen niet. Nee. Daarvoor voor scarce. Maar je bent er wel heel blij mee. Heel blij mee, ja. Absoluut, je bent anders te koop wel. Hè? Een hele mooie riem. Wat is het? Een ontbijtje van tweeën. Oh, een goud aardje. Ja. Een zwart goud. Ja. Mooi. Kan je meteen je gerecht van de KitchenAid zo in je kommetje? Jules, komt er nog wat aan? Woehoe! Another present. Zo snel ook. Het is tijd om te filmen. I got a blast. You got a blast. I got a blast. I got a blast. Applaus. Applaus. Volgens mij aan Rijn Burby. Ja, ingemerkt naar Rijn Burby. Lekker van je opa geërfd. En foto mee. Oh, alleen
ben wel benieuwd hoe ik deze pas. Ja, we moeten eigenlijk wel meteen aanpassen. Ja, jeetje. De schoenen zijn nog het leukst. Tada! Hij is net iets te groot. Maar we kunnen ruilen. En anders niet. Nu ik van onder heb gefilmd, blijf je mega lang. Nou, wat leuk! Een riempje! Een riempje! Wat leuk! Leuk. Er zit nog meer in. Oh ja! Ja, even weten al, jongens. Heel mooi riempje, hoor. Mooi, hè? Oh, die is graag. Ja. Gewoon lekker groot. Franjes. Ja, nee, maar zeg je daar zo klein. Nee, joh. Heel blij mee. Wat heb je nou gekregen? Nog één. Is dit een goede kleur? Ja, mam, zo kan je hem ook dragen. Heel handig zo. Wat een cadeaus. Nou, maar die pak je andere uit. Ja. Kom op. Je bent allemaal, hè? Mega. Oh my god, nog één. Wat is dit? Wat is dit? Is dit? Een kussen, zegt papa. Ik denk handdoeken. Ja, dat zijn handdoeken, maar. Maar die laat ze erin zitten. Dan moet je alles weer opvouwen. Lief, wat een hele set. Mooi kleuren, hè? Heel mooi. Hè? Missoni. 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 Ken je dat niet? Ken je geen Missoni? Nou, dat ruikt je ook niet, dat printje. Dinner is served. Wij hebben ossehaas met eigen gemaakt pepersaus. Bon appetit. En ik heb ook nog een shirtje van het vlees, hè? Help je. Nee. Zullen we het maar even pakken? Nee. Nee, broer. Je tandjes die zijn open. Zo rot. Salome, jij hebt de broek gescheurd. Ja. Nou, kijk, die tandjes die zijn uit elkaar. Oh nee, hè. Oh nee, ja. Ik vind het wel leuk dat wij als enige twee zijn niet ophouden. Romee met Mike. Ja. Ja, de rest. Een afstand. Ja. Wat? Zeg er wat van. Romee, kom. Zeg er wat van. Kom, Sarah, wat van zeggen. Allemaal met z'n doen. Heel snel. Vrolijk. Oké, allemaal je mutsje omhoog. Nee. Leuk hoor. We hebben van de achterkant net op hele jonge meisjes. Mijn leven pakken ze, joh. Nee. Dolly. We kunnen ook alles hebben, hè, wij. Nee, moeten jullie eens bukken. Ah ja. Ja. Even. Nee, ik moet blijven staan. Oké. Oh, één, twee. Mijn camera zit helemaal open. Have a holly jolly Christmas. Ik wil zeggen garlic. Have a holly garlic Christmas. Beeldig. Beeldig. Stinkie ligt net te slapen. Marie vraagt om een lepel. Heb je geen lepel gehad? Ik vind jou niet grappig. Oh, je kan er toch ook mee eten met die lepel? Nee. Oké. Oh, gast. Jezus. Even slijer. Geef me gewoon een normale lepel. Ik heb er nog één voor je. Dit is niet de leuke. Ik geef er wel nu een normale. Oh, normale lepel. Love scene hier. Ah, wel. Marie! Christian! Hallo! Hoe is het? Goed! Met jou! Is er nou een tweede bij? Oh, dat is een kamer natuurlijk! Dat is kamer natuurlijk! Lijken we echt brothers! Hallo! Hij sleept al even in het klas. Mam! Mag ik nog mes? Je hebt toch twee bollen, Mike? Afgelopen. Mike, hou nou zo! Je eet je veel! Hij wil meer! Wacht, waar kan ik... Oh, heb ik al een hapje genomen! Nee! Wel? Hier blijf staan! Ja, moet je gewoon blijven staan! Ja! Ik hier zitten! Christmas! Ja, lief! Hoi! Nog één van mij! What a lovely surprise! What a lovely surprise! Wat hebben wij voor elkaar gekocht? Nou, we hebben eigenlijk niet voor elkaar een cadeau. Jawel joh, ik heb overal mee betaald. Ja, en ik heb jou niet echt onder de kerstboom uitgepakt. Nee, wij geven elkaar het hele jaar door cadeaus. En wij waren toen naar Co, hadden we in Nice een hele mooie Versace jas, een wollen jas gekocht voor elkaar. En twee riemen. En twee riemen. En die hebben we eigenlijk niet gewacht onder de kerstboom te leggen. Nee. Dat zouden we wel doen, maar... Nee. We hebben dezelfde maat en dragen alles van elkaar, dus... Nee. Door het hele jaar heen kopen we elkaar cadeaus. We hebben Prada-tasjes samen gekocht. Oh ja, die zwarte. Die zal niet door de kerstboom, maar die dragen we wel ook bij een heel veel plezier. We hebben genoeg gekregen. Van elkaar. Voor elkaar. Me, voor jou.
In onze volgende weekvlog zie je dus nog meer kerst. Nog veel meer eten, gezelligheid, familie, duif. Chris komt nog voorbij, Free. We hebben een thema alles designer vanavond met de kersttafel. Dus wij moesten ons helemaal uitpakken voor Chris vanavond. Dus zullen we ook meenemen. En we gaan ook dus onder andere naar het Amsterdamse Winterparadijs met onze vriendin. Dat zal je volgende week ook in de Oud Niels. Oud Niels. Natuurlijk gewoon dinsdag. Allereerst de werkdag. Nee, grapje. Nee, we gaan heel goed het nieuwe jaar in. We hebben heel veel leuke positiviteit en heel veel leuke. Ons jaar begint al goed. En wat dat is, zullen wij binnenkort aankondigen. Iets heel spannend. We willen jullie allemaal heel erg bedanken voor het support afgelopen seizoen. Voornamelijk de kidscollectie en alle kindjes die erbij zijn gekomen. Dankjewel hiervoor. En voor alle meet en greets en alle support. We gaan dit zeker weer volgend jaar doen. En onze collectie volgend jaar wordt echt vlammend van onze winter ook weer. Dus dank jullie wel allemaal. Love the rainbows. En alvast een heel goed uiteinde. En gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Love. Love.